Zo goed om iedereen te zien. En om Young & Free te zien. Helemaal enthousiast natuurlijk. Helemaal gaaf, helemaal gaaf. Ik ben dankbaar voor iedereen die mee heeft geholpen. Alle vrijwilligers ook voor de kampen. Voor Young & Free Camp en voor Summer Camp. En voor de Kids Camp leiding. Echt, echt super mooi. En wij zijn in Londen geweest, zoals je al een beetje hoorde. Je ziet een foto, een groepsfoto van... op die foto's ongeveer 145 mensen van de CLC crew, zeg maar, die daar was in de O2 en een geweldige, geweldige goede tijd gehad. In die O2 hebben we veel gebeden voor de kampen. En af en toe keek ik op mijn telefoon en dacht, man, het is niet te geloven, wat is het heet in Nederland en al die arme mensen op die kampen. Maar niemand is flauwgevallen wat net al iemand zei. Dus dat is een wonder van de Heer volgens mij op zich al. Ik ben er dankbaar voor. Joop die was met het vliegtuig, die is ook 3 keer gecanceld en ik weet niet hoeveel uur, 13 uur, hoeveel uur heeft die man erover gedaan. En je hoorde Mathilde al over de Eurostar, wat een ellende, wat een ellende. Maar we zijn er allemaal gekomen, maar sommige mensen hebben gewoon maar 1 dag meegemaakt van de conferentie. Vanwege de enorme vertraging, dat is niet te geloven, geloof het niet. En de laatste avond, zeg maar de avond voor de laatste dag, kom je dan pas aan. En heb je maar 1 dag meegemaakt. Dat zijn mensen die weten wat het is om door te zetten. Hey, we zijn bezig met een serie, misschien weet je het nog. Een serie en die heet Laat Je Horen. Weet je nog? Laat Je Eens Horen. Ik bedoel, laat je horen, moet je dan zeggen. Hardop, laat je horen. Laat je horen. Want ik geloof, weet je, wij hebben als boodschap, als kerk hebben, en jij, jouw leven, jij en ik, wij hebben een boodschap van hoop, een belangrijke boodschap. We hebben iets te vertellen aan mensen die aan het zoeken zijn. We hebben iets te brengen aan een wereld die God niet kent en zijn liefde niet kent. We hebben de mooiste boodschap die er is. En je ziet dat soms de vijand probeert om jou en mijn stem in te kapselen, af te remmen, zodat de boodschap van hoop niet duidelijk doorkomt. En we hebben gekeken naar een aantal dingen in de laatste weken. Dingen waar de vijand probeert om onze stem te verstommen. Waar we doorbreken om zijn boodschap te brengen. Hier in 1 Petrus 3, Groot Nieuws, Bijbelvers 15. Wees steeds bereid om iedereen te antwoorden die rekenschap vraagt van de hoop die in je leeft. Van de hoop die in je leeft. Ik hoop dat mensen zien aan je en proeven op je werk, op school of waar dan ook, dat je hoop hebt, iets, dat er iets in je leeft waar zij van denken, hey, wat is dat? Vertel eens wat meer daarover. In de message staat er, be ready to speak up. Wees altijd klaar om te spreken. We hebben een paar keer gekeken naar klein denken bijvoorbeeld. Klein denken, hoe dat vermindert en verstomt je invloed steeds kleiner maakt in plaats van groter. We hebben gekeken naar een leven vol van spijt of denken in kansen en in toekomst. Sommige mensen zitten zo vast aan de spijt. Dingen waar ze allemaal spijt van hebben. De spijt van, was dat maar anders gegaan? Was dit maar gebeurd? Was dat maar niet gebeurd? En had ik dan nu misschien... En er ligt geen hoop in het verleden. Dingen zijn gebeurd en de Heer zegt, ga door. Richt je oog op mij. Paulus zei het, want ik vergeet wat achter me ligt. En ik strek me uit naar wat voor me ligt. Want daar ligt mijn hoop, daar is God bezig. We hebben gekeken naar onverschilligheid of een verschil maken. Sommige mensen zijn zo onverschillig dat niks meer lijkt ze te raken. En dan zeg je, ja, het is allemaal zo'n ellende overal, ik weet het ook allemaal niet. En je bent geroepen om een verschil te maken. 1 voor 1, stap voor stap. Je kan iets betekenen in deze wereld, je kan een verschil maken. Misschien in het leven van 1 persoon, 1 tegelijk... Maar de Heer wil je gebruiken om een verschil te maken. Hij wil dat de Heilige Geest in je werkt en brandt en dat er passie is en dat er verlangen naar God is en dat er verlangen is om mensen te helpen om God beter te leren kennen. Er was een tekst die niet op de beamer staat, maar vlak voordat we naar Londen gingen, in mijn ochtendmoment met de Heer, las ik dat. En die staat in Richter 5, neem maar mee op je vakantie. Straks trouwens, iedereen die meekijkt op vakantie, geniet er lekker van. En onze digitale community is waarschijnlijk groter deze komende weken, vanwege alle vakantiegangers. Maar hoe dan ook, er was een tekst in Richter 5. En die even tussendoor is dit, maar gewoon omdat ik enthousiast over ben.
En ik heb geleerd, als je ergens enthousiast over bent, dan gaat het goed met het spreken, zeg maar. Als je zelf ook niks aanvindt, dan gaat het niet zo lekker met de rest overtuigen, nee. Dus ik had een vraag als voorganger al jaren, en dat was dit. Kan ik nou echt zeggen, God heeft jou nodig? Is dat bijbels? Of zeg je, nou, dat kan je zo niet zeggen, God heeft niemand nodig. Ik bedoel, God is God, hij doet wat hij wil. Hoe bedoel je mij nodig, weet je wel zo. Nou, dan had ik een soort constructie, zei ik er dan vaak bij. Ja, maar weet je, God heeft gekozen om door jou en heen en mij heen te werken. Door het lichaam, wij zijn zijn handen en voeten. Jezus is het hoofd van zijn lichaam, de gemeente. Wij zijn zijn handen en voeten. Als hij iets wil doen, doet hij het door de kerk heen. Als hij wil spreken, spreekt hij door de kerk heen. En dat is heel bijbels, dat is absoluut waar. Maar hier in Richteren 5 staat een stukje. Er staan een paar hele mooie dingen in als je wil dingen over leiderschap. En dat is dat stukje waar Deborah zei. Dat gaat over vrouwen in leiderschap. Waar Deborah zei, er waren geen leiders. Leiders ontbraken in Israël, in de NBG-versie. Totdat ik, Deborah, opstond als een moeder in Israël. Zij was een leidster. Zij nam de leiding van het hele volk Israël op dat moment op zich. Wij geloven in vrouwen in leiderschap. Absoluut. Er is geen verschil wat dat betreft. We hebben elkaar nodig. Mooie tekst, en die heb je vast vaker gehoord. Daar staat ook een tekst in de NIV, in Richteren 5, over de volunteers. Alle de vrijwilligers, dat woord staat in de Bijbel. Dat ze gezegend waren, alle volunteers, alle vrijwilligers die meehielpen om het volk van God te bouwen. En dan staat er nog één tekst. Het staat negatief, maar je kan het ook positief zeggen. De Heer zegt, vervloekt was iedereen die mij niet wilde helpen bij de redding van mijn volk. Nou, dat was voor mij, wauw. Andersom gezegd, God wil dus, het is echt bijbels, hij wil dat jij hem gaat helpen. Dat is niet aanmatigend, dat staat er echt. God heeft jouw hulp nodig. Hij wil dat je hem helpt voor de zorg, voor de bevrijding van zijn volk. Fantastisch. Jouw leven is belangrijk. Het heeft een roeping en een zalving en een doel en een plan. Ik had het voorrecht op de een of andere manier. We hebben veel goede contacten gehad in Londen. Want dat is een van de dingen die ik natuurlijk ook probeer te doen. Om te netwerken. Sprekers proberen het enzovoort. En ik ben blij met wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen. Dat ga je allemaal nog wel horen. Maar ik zat ineens te lunchen naast de persoonlijke PA, personal assistant, van Rick Warren. Die dat boek heeft geschreven van doelgericht leven. En ik zei tegen hem, jouw voorganger, man, die heeft zo'n invloed gehad met dat boek doelgericht leven. En ik hoop echt dat wij allemaal, als je het boek nooit gelezen hebt, lees het. Het is in het Nederlands, het is volgens mij in alle talen van de wereld. Het wordt overal gelezen. Een van de meest verkochte boeken naast de Bijbel is de meest verkochte boek nog steeds. Geeft de Heer glorie. Maar de doelgericht leven, Purpose Driven Life, is een van de meest verkochte boeken ooit. En dat je een doel hebt om voor te leven. Dat je, God heeft jou nodig voor de bevrijding van zijn volk. Dus ik hoop dat het in je DNA komt. Alle connectleiders en assistent connectleiders en alle teamleiders en assistent teamleiders. En iedereen die gevraagd is om een connect te gaan beginnen. En een team te gaan leiden en een step up te doen in leiderschap, neem het mee. En alle anderen ook. En iedereen die meekijkt. Dit gaat niet over mijn preek, dit was een extra momentje leiderschapstraining. De eerstvolgende leiderschapstraining, ergens, kan niet schelen waar, ga ik hierop inzoomen. Ik ben er zo enthousiast over. En dat doet mij ook in verwondering staan. Is dat nou echt waar? Ik heb gewoon wel 10 bijbelvertalingen opgezocht. Staat dat dan nou echt? Of was er eentje met je wel, een beetje met zo'n pennetje? Nee, het is echt bijbels. God heeft jou nodig, jouw hulp voor de bevrijding van zijn volk. Oké, nou, dus dat een verschil maken dus. Groot verschil. Jezelf vergelijken of jezelf zijn, hebben we het over gehad. Dat je, als je gaat vergelijken met anderen, of je wordt superieur, je kijkt naar allemaal zielenpieten en jij denkt, wow, ik doe het eigenlijk wel geweldig goed. Of, andersom. Kan je je voorstellen, als ik daar ben, we hebben dan een afterparty na de conferentie. En daar zijn ze allemaal, alle sprekers, alle, weet je wel. En je maakt hier en daar een praatje. En dat is goed voor je, even testen hoeveel minderwaardigheidscomplex zit hier nog. Ja toch?
Je staat naast Brian Houston te praten en je ziet een spreker daar. En je checkt even, ben ik bezig te genezen van minderwaardigheid hier? Want als er onzekerheid is, bij mij in ieder geval, dan komt dat op die momenten naar boven. De gedachte van, wie ben ik om in zo'n kamer binnen te stappen? Maar de Heer zegt, Erik, ik heb je uitgenodigd aan die tafel. Geniet ervan, wees jezelf. Wandel in mijn roeping, in mijn zalving en ik zal deuren voor je openen. Er was één moment, mag ik dat vertellen? In de tweede dienst hebben we iets meer tijd, toch? Eén keer heb ik wel eens verteld. We gingen jaren geleden, toen waren we een kerk van 100 mensen, 150, ja, lang geleden. Wij gingen, Jan van Alphen was toen de oudste en wij werkten veel samen. En we gingen naar Engeland en wilden een spreker uitnodigen. Gingen daar helemaal naartoe, naar de conferentie waar hij ook sprak. En we gingen bidden en zeiden, Heer, geef ons een moment, een contact. We hadden een brief, dat deed je nog brieven, hè? E-mail was toen nog een beetje nieuw, een brief gestuurd enzovoort. En op een gegeven moment vroegen wij hem, die spreker, wij zijn die en die, we hebben een brief gestuurd, ik heb je brief niet gezien. Oh, ja, dus we zijn dus die en die zou graag willen, dat u zou willen bidden of u wil komen. Nee, hij zei, ja, mijn agenda zit 2 jaar vol. Dus ik geef je weinig kans, je kan een brief of een mailtje doen naar mijn secretaresse, maar... Ja, heel eerlijk gezegd denk ik eigenlijk niet dat ik kom. En toen liep hij weg. En ik dacht, wat een rotbaan is dit, zeg, voorganger zei. Als dat... Ja, maar een van mijn dingen die ik dan probeer is gastsprekers te krijgen die ons verder helpen. Ik geloof helemaal, iemand die mij een beetje kent. Zolang ik voorganger ben, probeer ik anderen te volgen. Een voorganger heeft helemaal niks, en geen enkele leider heeft iets te vertellen als hij niet kan aanwijzen wie hij volgt. Oké, dat kwam niet helemaal over, maar ik was er. Het is wel een principe waar ik naar leef. De mensen die wat dichterbij staan weten dat. Maar hoe dan ook, dus ik dacht, oké, dit is niet echt niet leuk. Toen waren we terug op de terugreis. En in België, we gingen op een of andere manier, volgens mij waren we met de auto in België, waren we een klein snackbarretje aan de kant van de weg. En er was een vrouw, een Nederlandse vrouw, en die kwam, ik heb een woord voor je. Een woord van de Heer. Ze wist wie ik was. Ik kende haar niet. En zij, de Heer zegt dit. Hij geeft je 2 engelen. Vanaf nu gaan deuren open voor je. Omdat God dat gaat doen. En ik wist gelijk, dat zijn sprekers en dat soort dingen. Want ik had mijn neus lekker gestoten daar in Engeland. En mag ik zeggen, zo niet bedoeld. Maar een beetje afgepoeierd voelde ik me wel, ja. En de rest van het team toen, en is het gelukt? Er is helemaal niks gelukt. Het is alleen ellende en afwijzing. Dat is gelukt. En vanaf dat moment heeft God mensen gebracht. Oké, dus dat, weet je, God doet het. Laat de Heer het doen. Laat de Heer het doen. Genesis 11 zei dus, we gaan een stad bouwen in onze eigen kracht. Genesis 12 zegt de Heer, laat mij het nou doen, dan geef ik je een natie. Voel je het verschil? Dus ik hoop dat je hem dient en met hem leeft in zijn kracht. En met dat hij in je woont en... Dit gaat helemaal niet over mijn preek. Oké, anyways. Maak een verschil. Maak een verschil. Hey, vandaag willen we praten over anderen de schuld geven. Anderen de schuld geven is ook zo'n ding... wat jou en mijn stem probeert te verstommen. Jij hebt een mooie boodschap, een kostbare boodschap. En de Heer zal je wijsheid geven hoe je dat kan delen... met mensen die God nog niet kennen. Maar als er schuld en aanklacht is in je hart, dan wordt begrijp je dat de toon en het signaal erg vertroebeld wordt. Erg vertroebeld wordt. En er is een tekst in, het staat niet in de... Ik weet niet of het nog gelukt is bij de Beamer, ik heb nog zet het mailen net, maar ja, het was 10 voor dat het... Maar in de Romeinen, Openbaring moet ik zeggen, Openbaring 12, daar staat het dat de vijand... de aanklager is van de broeders. En in de Nieuwe Bijbel vertaald staat broeders en zusters. Ik vroeg me al af wat dan die zusters. Maar de vijand, de Satan, is de aanklager. Degene die schuld geeft. Schuld. Van de broers en zusters. Voor de troon van God. En dan staat er in... Ja, daar is die. Nou, complimenten, Beamers. Heel goed, de jongens van de Beamer. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding, de macht en de koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, beschuldigde, de schuld geven, is ten val gebracht. In een andere vertaling, is uit de hemel gegooid, staat in het boek volgens mij.
uit de hemel gegooid. Ik wil je een beetje helpen, daar waar we beginnen te beschuldigen. Anderen de schuld geven. Wees heel voorzichtig. Want voordat je het weet, zitten we op die stoel waar je absoluut niet wil zitten. Het tegenovergestelde is het evangelie. Wanneer Jezus zei, ik neem al die schuld. Hoe bedoel je beschuldigen? Ik heb al die schuld gedragen aan het kruis, zodat mijn kinderen vrij uit van schuld gaan. Beschuldigen hoort niet in de hemel. Het hoort niet in het koninkrijk van God. Het was zelfs zo, dit is de wortel van beschuldigen. De duivel en al zijn trouwanten werden uit de hemel gegooid. God zegt, hier kan je niet langer blijven. Als er een gedachte in jou is over beschuldigen, misschien, we hebben het over anderen de schuld geven, maar misschien geef je jezelf wel de schuld van heel veel dingen. Ga naar de troon van genade. Zeg, Heere Jezus, ik vraag uw vergeving en help mijzelf te vergeven. Weet je dat ik dat regelmatig moet bidden? Ik moet kiezen niet alleen om anderen niet meer de schuld te geven, daar gaan we zo op inzoomen, maar ook om niet mezelf de schuld te geven. Daar moet je voor kiezen. Ik ontvang Gods vergeving. Soms heb ik wel het idee dat de Heer Jezus heeft mij al lang vergeven, maar ik heb mezelf nog niet vergeven. Dan zit ik mezelf in de weg en mijn toekomst en mijn enzovoort. En als je niet uitkijkt, ben jij de aanklager van de broeder? Dat ben je zelf. En dat staat tussen jou en Jezus in. Als je dit herkent, doe het weg, doe het weg. Vraag vergeving en ontvang het. En vergeef jezelf. Anderen de schuld geven, gaat nergens naartoe. Ik ga een paar punten met je kijken. De schuld aan anderen geven. Johannes 9, vers 1. En voorbijgaande zag hij de Heer Jezus, een man die sinds zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus zei, niet hij en ook niet zijn ouders hebben gezondigd, maar jullie gaan de glorie van God zien vandaag. Kan je je voorstellen wat daar gebeurt? Die discipelen waren net als jij en ik. Er is een hele zielige man, van zijn geboorte af blind, die bedelt waarschijnlijk voor een muntje of iets. En ze lopen daar, de Heer Jezus en zijn discipelen lopen daar voorbij. En ik moet zeggen dat de empathie, het meeleven, wat tegenviel op dat moment bij de discipelen. In plaats van, kunnen we iets voor je doen, was de vraag, hoe komt dat nou, Jezus? Hij is dus blind, hè? Dus is dat nou zijn schuld? Of de schuld van zijn vader of zijn moeder? Wat een gesprek. Maar wees voorzichtig. Anders gaan we dezelfde fout maken als jij denkt, oh, die discipelen toch. Dan gaan we de discipelen beschuldigen. Maar we gaan juist elkaar helpen om niet meer te beschuldigen, want er zijn momenten dat jij en ik precies hetzelfde doen. En de Heer slaat gewoon de vraag over. En die zegt, de vraag, wie is nou de schuldige, is helemaal niet belangrijk. Wat belangrijk is, is dat jij het koninkrijk van God gaat zien. En die man die wordt genezen, wordt hersteld. Weet je, het begint bij verandering. Het begint bij verandering, accepteert verantwoordelijkheid. Anderen de schuld geven verdraait verantwoordelijkheid. Je kan heel veel vertellen over wat jou allemaal is aangedaan. En wij allemaal hier hebben ons verhaal. De een ernstiger en erger dan de ander. En sommigen zijn door vreselijke dingen heen gegaan. En dingen zijn je aangedaan. Maar de Heer wil je helpen om daar overheen te komen. En zolang we blijven beschuldigen, vroeger en mijn vader en mijn moeder en de leraar op school en mijn vriendjes op school en de niet-vriendjes op school. En zolang je daar blijft hangen, blijf je daar ook echt hangen. En de Heer zegt, geef het allemaal terug aan mij. We gaan straks iets doen. Iets profetisch. Vind je dat oké? Yes. Het was heel mooi. Ik zat dit voor te bereiden, vanmorgen nog eens even door te lezen. En ik dacht, eigenlijk moeten we dat doen van oh la la. Ken je dat niet? Ja, hè? En dan lekker, oh la la, al die beschuldigingen van je afwerpen. Oh la la. Jezus heeft me vrijgemaakt. Let go, zingen we in dat lied. Let go. En dan vind je het leven weer. En al die beschuldigingen die wij hebben naar onszelf, maar ook naar andere mensen toe. Oh la la. Gooi het allemaal van je af. En straks aan het einde, en ik zat al te kijken, te lezen, en ik dacht, ik zei het net tegen Laurens, ik dacht, is dat niet een beetje kinderachtig, Ingel, dat is er geen kleuterklas met zo'n olala. Dus ik heb het niet verder, maar toen pakte ik de runsheet vanmorgen, en ik dacht, yes, hij staat erop. Je had dezelfde gedachte aan het einde van de dienst, zometeen gaan we afsluiten met olala. En ik raad je aan, kan je vast voorbereiden, om dat profetisch te doen, en al die beschuldigingen
op mij, maar ook naar anderen toe. Oh la la. I let go, I let go. Ik laat het allemaal gaan. En misschien denk je iets in je denken is, ja maar het was niet eerlijk, het was niet in. Lekker makkelijk, die man met zijn mooie jasje aan daar op het podium praten. Lekker, maar hij weet niet, half wat mij is aangedaan en dan moet ik oh la la gaan staan te doen en dan is het weg. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat het makkelijk is, het is soms heel moeilijk. En ik zeg wel dat we iets moeten doen in geloof, in vertrouwen op de Heer, van Heer, u herstelt, u geneest. En er staat ergens in de Bijbel, ik zeg het voorzichtig, maar het staat er echt, mij komt de wraak toe. Het is niet dat we het maar net doen of het niet bestond. Het is dat je het teruggeeft aan de Heer. Dat is het grote verschil. Ja. Niet van, nou, het viel wel mee. Het viel niet mee. Sommigen van ons hebben dingen meegemaakt die vreselijk waren. We gaan dat niet bagatelliseren. Dat is niet een soort pep talk, tjaka, en dan is het niks. Oh la la, werkt beter dan tjaka, dat beloof ik. Maar het is niet dat we het net doen of het niet bestaat. Want dan duw je het weg. En elke psycholoog zal vertellen, dat komt 10 keer erger terug later op je leeftijd. En het is jammer als je moet gaan zitten wachten tot 10 jaar, hoe heet dat, elderly home, hoe noem je dat in het Nederlands? Bejaardenhuis. En dat je daar dan terugdenkt aan deze preek en dat je dan, als je 88 bent, vol bitterheid, dat je denkt, ik ga het toch eens proberen. Oh, la la. Nou, ik voel al een beetje van, ja, laten we het nu doen, niet over 20 jaar een keer. Ik schiet niet erg op die manier. Nou, oké, dus. Serieus, ik moet volgens mij punt 1 nog gaan beginnen te zeggen. Anderen de schuld geven. Nummer 1 is projecteren. Het is net als met een projector. Een beamer die hier achter hangt. Een klein dingetje wat heel erg geprojecteerd. Anderen de schuld geven maakt het allemaal groter. Hoe erg het was. Maar het brengt je nergens naartoe. De punten die allemaal niet goed gingen. Die mensen al jou hebben aangedaan. Al die punten op het scherm. En je zit er naar te kijken en denk je, oh, dat was allemaal niet zo best. Maar weet je, als je daar blijft, het geeft geen excuus. Er is geen excuus om daar te blijven als we God zoeken. En we willen door met hem, dan willen we niet meer blijven hangen bij anderen de schuld geven. Weet je, dan willen we door. Dan zeggen, Heer, ik geef het terug aan u. Ik zei net al, we doen niet net of het niet gebeurd is, maar ik geef het terug aan Gods hand. Vorige keer hebben we een keer gesproken over Petrus die vroeg aan Jezus, wat gaat er met hem gebeuren, Johannes? En de Heer zei, dat gaat je niks aan. Volg jij mij. Als jij mij volgt, dan komt het goed met jou en met Johannes. En soms denk je, het was niet eerlijk. Wat gebeurt er dan met die ander? Gaat hij dan maar vrij uit? Dit is het antwoord dat de Heer tegen je wil zeggen, dat gaat je niks aan. Ik zorg voor jou en voor die ander. Ik ga daar iets mee doen. En wat doet de Heer dan? Weet ik niet. Hij is God. God is God. Ik ben God niet. Ik weet het niet. Hij zal daar iets mee doen. Maar ik weet wel dat als ik teruggeef aan de Heer, leer vergeven. De hele boodschap van Jezus is vergeving. Hij heeft maar 3 jaar op aarde in het openbaar eigenlijk zijn bediening gedaan. En alles ging richting het kruis. Om vergeving te kopen, om jou en mij te kunnen vergeven. Zodat we nieuw leven hebben gekregen. Een relatie, levende relatie met God de Vader. En nu zegt hij tegen jou, vergeef, laat los, geef terug aan mij. Schud het van je af. Anderen de schuld geven, nummer 2, rechtvaardigt altijd zichzelf. Want er zit altijd iets in, ja, als het allemaal schuld is, dan is het dus niet jouw schuld. Een echte verandering begint daar waar je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Niet voor andermans leven, dan kan jij niet veranderen. Jezelf wel. Verandering begint daar waar je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf. Misschien zijn dingen aangedaan, maar hoe jij hebt gereageerd. Ik heb het vorige keer verteld. Ik ben een keer naar mijn vader en mijn moeder geweest. Toen dit voor mij steeds duidelijker begon te worden. En ik kan allemaal dingen vertellen over wat ik dan heb gemist en gehad en niet gehad. En we hebben allemaal die verhalen. Maar ik wist, ik moet naar mijn vader gaan en naar mijn moeder gaan. Recht in de ogen kijken. Ik ben niet altijd een goede zoon geweest. Allebei huilen. En daar gebeurde iets van herstel en genezing. Ik nam verantwoordelijkheid voor mijn reactie. En daardoor veranderde ik. God veranderde mij. Door die keus. Hij kon mij veranderen. De Heilige Geest kon werken. En daardoor werden de harten van mijn ouders zacht. En daardoor heb ik nu een hele goede relatie met ze allebei. En we zien elkaar graag. En mijn vader is trots op me. En prachtig. En we praten af en toe. Soms kunnen we samen bidden. Kostbare momenten. Maar het begon bij een keus
om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn reactie daarop. Soms is dat moeilijk, maar het is de weg naar de vrijheid. Anderen de schuld geven, heeft altijd een excuus. Jacobus 1, vers 14. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Soms zeggen mensen, ja, ik weet niet hoe het gebeurde, hoor. Ik weet het ook allemaal niet. Maar ineens zat ik hier op een plek waar ik helemaal niet had moeten zijn. Ineens was ik daar en ja, ik weet niet. Nee, het was niet ineens. De dingen gebeuren niet zomaar. Als jij een stomme fout maakt, maak jij een stomme fout. Dat komt niet door je opvoeding en je vader en je moeder en de wereldgeschiedenis. En de economie en noem maar op. Jij maakte de keus. En dus is het jouw verlokking geweest. En niet om jou nou te beschuldigen, want dan doen we weer hetzelfde. Geef het aan de Heer, vraag vergeving. Zeg, Heer, vergeef mij, ik heb een fout gemaakt. En ik ontvang uw vergeving. Ik wil door met mijn leven met u. Ja, toch? Ja. Nummer 4, anderen de schuld geven is altijd beschuldigend. Ja, logisch. Adam, Eva, je kent het verhaal, toch? Dus God zegt tegen Adam, zeg, dus jij, wat heb je gedaan, man? Ja, ik? Wat, ik? Luister even. U gaf mij die vrouw, dat was niet mijn idee. U vond dat ik het niet alleen kon doen. Dus er kwam een vrouw bij. En die vrouw, dank u wel, heeft mij in de ellende gebracht. Toch? Ongeveer wat hij zei. Eerald version. En die vrouw op haar beurt, die zegt, ik? De slang. De slang, die zei dat allemaal. Ja, en toen heb ik gegeten. Het zit er al diep in, hè? Al heel vroeg. En afschuiven, anderen de schuld geven. Er is altijd beschuldiging in naar een ander toe. Nummer 5, anderen de schuld geven ontkent. Kijk, ik heb geen probleem. Weet je wel, er zijn anderen die dat doen. Dus het is niet mijn fout, het is niet mijn schuld. Het ontkent je eigen rol. En daardoor mis je de vrijheid die God je wil geven. Door erkenning tegen de Heer zeggen, Heer, dit was mijn fout, mijn reactie was fout, enzovoort. Ik heb bitterheid toegelaten. Ik heb me niet uitgestrekt naar genezing en herstel bij u. Ik bleef maar met de wijzende vinger. Ergens in onze trouwtekst, Jesaja, Mathilde is weg. Is de opname begonnen? Hebben we iets gemist? Waar is Mathilde gebleven? Nee, dat is Mathilde ook niet. Anyways. Daar staan een paar dingen in. Als je het wijzen van de vinger, wie kent die tekst? Maak hem eens af. Nalaat. Dat heb je wel eens gelezen, toch? Oh, die had in mijn tekst moeten staan. Als je het wijzen van de vinger nalaat, zal je wond zich spoedig sluiten. En je zal zijn als een hof die nooit teleurstelt. Nooit gelezen? Prachtig. Prachtig. De Heer zegt, laat het na. Niet, dat doet de vijand. En daarom heb ik hem uit de hemel gegooid. Dat is niet jouw taak. Vergeef, heb lief, ontvang mijn vergeving. Hier in nog een paar, ik ga snel. Anderen de schuld geven neemt een positie in, het verhoogt jezelf. Als ik de anderen de schuld geef, ben ik eigenlijk een beetje beter dan hun. Er zit iets in wat niet klopt. Door anderen naar beneden te halen. Nummer 7, anderen de schuld geven bouwt een verborgen agenda op. Heb je dat wel eens meegemaakt bij iemand? Iemand zei tegen mij, dat is zegeltjes sparen. De argumenten in je hoofd. Argumenten, dat kan in een huwelijk zijn, in een vriendschap, op je werk, in de kerk, in je connectgroep, je team, hier. Kan overal. Je begint ergens een beetje, ik vind het niet helemaal, eigenlijk dat ook niet zo. Ja, nu ik er nog eens over nadenk. Ik zit nou eens een tijdje zo eens te kijken. Maar ik vind ook wel een beetje, ja, ik kom hier al een poosje, ik vind die preken, ik weet het nou al een keer, ik haal er niet veel meer uit. En die liedjes, ja, we zingen steeds dezelfde liedjes. En ik weet niet of ik, nou, ik voel niet echt. Je bent argumenten aan het stapelen in je hoofd. En dat is aan de buitenkant soms helemaal niet te zien. Een aantal jaar geleden kwam er iemand op mijn kantoor die ik heel goed kende. En hij opende zijn laptop en hij zei, ik heb 27 punten tegen je. 2 weken later waren ze de kerk uit. Bij punt 12 zei hij tegen mij, ik kom niet erg over, geloof ik. Ik zei, ik luister. Ik heb geleerd dat de grootste critici hebben soms nog punten die al die lieve gemeenteleden niet durven zeggen. Dus bij punt 12 deed hij de laptop dicht en zei, we gaan. 27 punten, letterlijk in zijn laptop, gestapeld.
En ik dacht, waarom ben je niet bij puntje 2 of 3 naar me toegekomen? Dat is het punt. Dat is punt. Dat is punt 1. Ja. Ga niet stapelen, maar ga... Wat gebeurt er in je hart? Ik hoop niet dat je zo naar je huwelijk kijkt. Want dat gaat echt niet goed. Ik hoop niet dat je zo naar je kinderen kijkt. Of naar collega's op je werk. Of naar je werk sowieso. Of naar je stapelen, beschuldigen. Ja, nu ik er nog eens over nadenk. Ja, eigenlijk ook van ja. Je bent argument dat verzamelen. Het heeft een verborgen agenda. Nummer 8, anderen de schuld geven isoleert. Het isoleert. Jij hebt geen probleem, anderen hebben een probleem. Het brengt je niet dichter bij elkaar. Het isoleert. Op het moment dat jij denkt, ik ben groter dan dit. Ik sta hier boven en dan is er een isolatie. Het verbreekt de relaties die je hebt met anderen. Ik noem nog een paar dingetjes, geen punten, maar gewoon om over na te denken. Verandering komt door verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen. Anderen de schuld geven wil geen verantwoording nemen. Schuift het af. Maar als je echt wil groeien, dat willen jullie allemaal hier, wij allemaal, anders was je hier niet gezeten. En als je nog steeds kijkt op de dingen, je wil veranderen, anders had je niet al die tijd zitten te kijken naar dit. Verandering hangt af van hard werken. Dat is hard werken. Vergeven is hard werken, veranderen. Oh ja, ik wil niet beschuldigen. Nee, ik geef het terug aan de Heer. Anderen de schuld geven wilden niet aanpakken. Ik kies voor de makkelijke weg. Dat is ook heel makkelijk. Het is heel makkelijk om aan de kant te staan. Hoe was het ook weer? De beste stuurlui staan aan wal. Ik hou van treintjes. Een van de gekte van mij. Dus ik praat best met Anneke die bij de NS werkt. En nu hadden we natuurlijk een gesprekje. Hoe kan het nou, Anneke? Waarom staat die Eurostar uren in de zon? En waarom komt er niet een dieseltje dat ding wegslepen? Mijn kinderen zitten daarin, mijn kleinkinderen. En ook op dat moment denk ik, ja, toch, ik weet niet alles. Nou kan ik de Eurostar gaan beschuldigen. Maar ik ben niet, ik weet je wel, wie weet hoe mensen daar gezweet hebben in een of andere controlekamer, in paniek. Hoe kunnen we helpen? Ik merk dat de Heer me milde, reken maar dat ik boos was geweest. Een paar jaar geleden nog. Lang geleden. Toen ik nog geen voorganger was. Lekker makkelijk om de schuld te geven. Waarvan je misschien de helft niet weet. De beste stuurlui staan al wel. Ik vind de connectleiders niet zo. Ik vind de teamleiders een beetje. Ik vind de voorganger. Word zelf connectleider. Word een game changer. Til ons allemaal omhoog. Ja toch? Ik vond de worship. Ja, de ene keer wat meer. Neem bijvoorbeeld de jonge Free. Kom meedoen. En maak een verschil. Verantwoording nemen. Verantwoording wil de reden, de wortel aanpakken. Ik heb je al laten zien wat de echte wortel is. De vijand die uit de hemel werd geworpen. De beschuldiger van de broeders en de zusters. Anderen de schuld geven wil dat niet aanpakken. Verandering zegt, ik wil de waarheid erkennen. Mijn waarheid tussen mij en de Heer. En de rest geef ik terug aan hem. En anderen de schuld geven accepteert liever een halve leugen. De Heer wil ons helpen. Straks gaan we dat lied zingen. Maar ik wil eerst even bidden. Ik wil de Heilige Geest laten werken. En nogmaals, als jij denkt, ik wil u vragen, Heilige Geest, om te komen, ons om te helpen. Om het wijzen van de vinger na te laten, los te laten. De Heer heeft mij zo vaak, honderden keren, op de vingers getikt. Ik was vroeger een heel kritisch mannetje, eigenlijk. Ik had overal wel commentaar op en iedereen had wel iets of zo. Ik kom van ver. Ik ga je niet vertellen van wie ik dat had, dan ga ik iemand anders de schuld geven. Dat doen we niet. Ik moest leren, en nog, om de taal van de Heilige Geest. En om niet af te gaan op maar een half informatie. Hoe mensen eruit zien of niet, hoe ze kijken of niet. Misschien loopt iemand je straal voorbij en jij denkt, nou, lekker hoor. Dat noemt zich christen. Misschien heeft die persoon grote problemen op dit moment. En zoekt naar hoop. Zo makkelijk anderen de schuld geven van iets waar je de helft niet van weet. De Heer zegt, gaat je niks aan. Volg jij nou mij maar.
De Heilige Geest wil je helpen. Als jij hier zit en je denkt, ja, zo makkelijk is dat niet. U weet niet wat er allemaal gebeurd is in mijn leven. De Heer weet het wel. Hij houdt van je. En hij wil je oprichten. Volkomen herstel geven. Genezing en vreugde. Niet vergeven is... Iemand zei dat als een illustratie. Alsof jij gif indrinkt. En hoopt dat iemand anders doodgaat. Die ander loopt gewoon door. Die leeft gewoon door. Die is misschien helemaal niet van de kwaad bewust. Of wel. Maar is niet onze verantwoordelijkheid. De Heer geeft jou de kans en mij de kans om te genezen, te herstellen, vrij van te komen. Heilige Geest, ik wil u vragen. Ik wil u vragen, daar waar we misschien anderen de schuld hebben gegeven. Dingen van het verleden, opvoeding, onze omgeving. Help ons om het terug te geven aan u. We doen niet net alsof het niet gebeurd is. We doen ook niet dat het allemaal wel meeviel. Soms viel het helemaal niet mee. Soms was het zwaar en moeilijk. En u weet dat, want u was erbij. U bent onze trooster. En ik wil u vragen, help ons, Heer, om het terug te geven aan u. Terug in uw handen. Terug in uw handen te geven. Aan u toe te vertrouwen. En moet u maar, mag ik het in zo'n Hollands zeggen, moet u maar zien wat u daarmee doet. Heb je dat wel eens tegen de Heer gezegd? Ik hoor het mezelf zeggen en ik heb het idee, dit is een gebed voor sommigen van jullie, gaat je helpen. Hier is het, Heer. En dan moet u maar zien wat u daarmee doet. Ik laat het los. U zal er iets mee doen, of niet. Maar dat is niet aan mij. Maar ik laat het los. Ik heb het gevoel dat sommigen dat op je stoel. Zeg dat eens een paar keer zachtjes tegen de Heer. U moet maar zien wat u hiermee doet. En dan denk je aan bepaalde mensen of situaties. Ik vond het moeilijk, Heer. Ik vond het pijnlijk. Ik geef het terug aan u. En dan moet u maar zien wat u hiermee doet. Zo dat is hardop zeggen allemaal. Dan moet u maar zien wat u hiermee doet. Nog een keer. Dan moet u maar zien, Heer Jezus, wat u hiermee doet. Ik voel gewoon dat helpt. Je moet bijna huilen. Worden mensen echt genezen op dit moment? Nog een keer. Heer Jezus, dan moet u maar zien wat u hiermee doet. Nog een keer. Heer Jezus, dan moet u maar zien wat u hiermee doet. Ik geef het terug aan u. En heel zachtjes, kan je de situatie noemen, de persoon noemen. Dat hoeft niemand te weten, God weet het. Lucht dat op? Voor sommigen zou je voelen dat er valt iets van je schouders, er valt een last. Dus jongen. Sommige mensen denken, ik had hier eerder moeten weten dit. Ik loop al zo lang met last. En ik wist niet waar ik ermee naartoe moest. Nu weet je waar je ermee naartoe moet. Aan de voeten van het kruis van de Heer Jezus. Leg het daar maar neer. Gooi het er maar neer. Heer, u heeft alle ellende gedragen. Ook de ellende die mij is aangedaan. Ik wil stoppen met anderen beschuldigen. Ik geef het terug aan u.